vanavond spelen tegen elkaar Dennis Bergkamp en Wim Jonk. Veel succes. 1, 2, 3, go. Wie het eerste 3 doelpunten maakt, wint. Zo gaat dat in onze 1 tegen 1. Jonk is in balbezit. Ga nou weg daar, scheidsrechter. Bergkamp verdedigt fanatiek. En daar is die bekende Volendamse sleepbeweging die hier geen effect sorteert. Maar Jonk blijft in balbezit. Hij is nu langs en scoort! Nee, dit doelpunt wordt hier afgekeurd door de scheidsrechter. In de herhaling zullen we zien of het terecht is. Komt die bal nou terug van de paal? Volgens mij uit de achterkant van het doel. In ieder geval een dubieuze beslissing. Bergkamp doet alles. Ah, mooie sliding van Jonk daar. Nee. Jonk herovert de bal. En gaat opnieuw in de aanval. En maakt een schitterend doelpunt. Het staat 1-0 voor de Amsterdamse middenvelder. Bergkamp weer in balbezit. In deze spectaculaire 1 tegen 1. Waarin twee spelers uit de Europese top tegen elkaar strijden. Bergkamp dreigt. En gaat er mooi langs. En maakt heel simpel 1-1. Meldt de scheidsrechter ten overvloede. En daar maakt Jonk 2-1. Keurt die scheidsrechter daar toch weer een doelpunt af, dames en heren. Het is een schande, die wedstrijd hier, die wordt op een volstrekt ongeloofwaardige manier beïnvloed. De scheidsrechter beslist. Ja, dat had je gedroomd. Het is een schande gewoon. Bergkamp aan de bal. Ja. Goed door de benen heen. Ja, goed door de benen heen en maakt 2-1. Het had verdomme 3-2 van Jonk moeten staan nu. Ja, daar gaat Jonk weer. En volkomen terecht hier 2-2. Ai, daar wordt inderdaad Bergkamp een beetje opgevangen op de schouder van Jonk. Ja, zal hij wel weer niet voor fluiten. Die scheids, die in elk geval niet partijdig is, maar gewoon ongelooflijk slecht. En dankzij zijn overtreding is Jonk in balbezit. Probeert daar door de... Ik zag dat hij probeert... Nee, gaat buitenom, gaat links buitenom. En scoort en wint terecht met 3-2 van Dennis Bergkamp.